En daar vertrekt de Abel Tasman uit de haven van Delfzijl op weg naar Las Palmas. De eerste etappeplaats. Ruim een maand geleden de start van dit unieke zeilproject. De Abel Tasman zet koers naar het 200-jarige Australië. Op de Noordzee was het hard werken voor de eerste ploeg. De trainingen begonnen onder deskundige leiding. En vanaf het begin was het hard aanpakken voor al die jongens en meisjes. Nou jij. Zo zit hij. Het man komt het water uit, komt om het paaltje heen. En... Nee. Het mannetje ging wel weer, maar het ging het verkeerde meertje. Het mannetje gaat zwemmen, is aan het zwemmen, komt eruit, gaat achter het paaltje langs en dan gaat hij hier gaat hij weer in. Maar nou doe ik het hier, dan breng je hem helemaal in. Zo. Nee? Zo. Het mannetje is aan het zwemmen. Gaat het paaltje in. Godverdikke me. Ja, ja ik kan dat ook niet met dat paaltje. Kijk. Kijk. Toon legt hem zo, kijk. Wij doen zo. Pas in de lift. Ja? Hier, nu zit hij wel goed. Mainly northeast. Nou, hier kun je dus uit opmaken voor je eigen, want hij geeft voor, gewoon voor de hele Noordzee geeft hij naar het gebied. Ja. Ja? Dus nu kun je voor je eigen gaan bepalen van nou, waar zit ik, in welk gebied zit ik? Ja? Ja. Theems Dovers een beetje. Ja. Nou, dan ga je kijken, wat is het in Theems? West tot noordwest, 4 tot 5. Ja. Nou, dus dan komt hij zo, dat is gunstig voor ons. Ja. Ja? Hoeven we in ieder geval niet meer te kruisen. Ja. Theems, hebben we gehad. Dover, dat geeft hij daarop. West, 2 tot 4. Of noord. Dat is recht achterin. Ja. Perfect, kunnen we spinnen. Ja. Willem Kart is een van de twee bemanningsleden die de hele reis van een jaar gaat meemaken. Willem, we hebben het nu over het weer. Natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen. Scheveningen Radio om de 4 uur, dag en nacht. Ja, het gaat dag en nacht gewoon door. Zijn het vaste mensen die zich daarmee gaan bezighouden? Met andere woorden, één van die twee vaste bemanningsleden plus de mensen die erbij horen? Nou, we hebben dus met het KNMI een afspraak gemaakt dat we dus hun een meteo-opleiding gaan geven. En daar verwerken we deze gegevens van Scheveningen Radio ook in. En dat zouden Eddie Zwart en ik zouden dat samen doen. En wij begeleiden hun in het nemen van weerberichten en het zelf maken van weerberichten straks. Kun jij nu ook zien van hoe het weer gewoon buiten is aan het vliegen van de vogels? Ik noem maar even wat. Wat voor weer het ongeveer gaat worden? Of is dat iets te hoog gegrepen? Nou, niet aan het vliegen van vogels en zo. Maar je kan het dus door je ervaring kan het redelijk goed inschatten. Je ziet dus bijvoorbeeld frontpassages of zo. Dus je weet, daar kan wind in zitten of regen. Dus je moet rekening houden met je zeilvoering. Dat soort dingen. En dat leer je gewoon. En dat leren hun ook. Wind is natuurlijk heel belangrijk. Nu hebben we over die Abel Tasman al heel veel gehoord. Wat is nou de lekkerste wind voor de Abel Tasman? De lekkerste wind zit qua windkracht dan voor ons zit het zo tussen de 4 en de windkracht 6 in. Bijvoorbeeld. En dan niet helemaal schuin van voren, maar halve wind. Dan wil dit verschrikkelijk hard lopen, dit schip. Hard, als je het eens omrekent in kilometers per uur. Want ja, zeemijlen, dat snappen de meesten ook niet. Nou, als je het om moet rekenen in kilometers per uur, dan zit je toch tegen de 15, soms 17 kilometer per uur aan. Een zeemijl of een nautische mijl is 1,8 kilometer. Dus, en dan lopen we toch een 10, 11 knoop soms. Anne, je bent al een tijdje op de Abel Tasman. Hoe ziet ongeveer de dagindeling eruit? Nou, de dagindeling dus is... ik bedoel dus van het zeilen. Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. Huh? En dan hebben we dus... Er is één ploeg. Of er zijn twee ploegen. De bakboord en de stuurboordploeg. En van 12 tot 6 hebben we de tijd ingedeeld. Slaapt de stuurboordploeg. En van 6 tot 12 slaapt de bakboordploeg. Dus je hebt dus als... een nachtploeg en een ochtendploeg? Nou, het is over de hele dag dus. Van 12 tot 6. Gewoon naar 6 uren. Dus je slaapt even, als we de dag verdelen, 24 uur slaap je. Ja. Dan heb je de mogelijkheid om 24, 12 uur te slapen. Juist.
Nou, dat zal het wel even wennen zijn, denk ik, hè? Ja, oh, dat was in het begin best wel wennen. Maar ik vind het, nou, het gaat best. En betekent dat jullie allemaal een eigen kooi hebben, of? Ja, we hebben allemaal een eigen kooi. En ja, hoi. Ik weet niet. Oh, 6 uur op, 6 uur. Ja, 6 uur op. 6 uur op. Andere bemanningslid dat die hele reis mee gaat maken is Ed Zwart. Ed, een heel belangrijk onderdeel voor het welslagen van deze onderneming is het voedsel. Wat hebben jullie daarvoor uitgedacht? Nou, er zijn twee meisjes van een diëtistopleiding die zijn eigenlijk op dit project afgestudeerd. Die hebben een compleet programma gemaakt voor onze voeding. Die hebben uitgezocht wat voor ruimte er aan boord is, hoe we dat kunnen stouwen, wat er koud moet en wat bederfbaar is, et cetera. En... Zijn er verrassende dingen uitgekomen voor je? Want ja, je hebt het, enige zeilervaring heb je natuurlijk wel. Nou ja, wel, het belangrijkste is dat het, hoe moeilijk het is om het gewicht zo laag mogelijk te houden. En dat is eigenlijk niet alleen met de voeding, maar met het hele stuwplan zelf. Want je moet eigenlijk zoveel meenemen dat het te zwaar wordt. Dus daarom moet je goede keuzes maken. Ja, nu is het natuurlijk voor die eerste etappe naar Las Palmas is het allemaal niet zo moeilijk. Want dan heb je te maken met Nederlandse voorwaarden, ja. Hè? Met Nederlandse leveranciers. Maar straks, dan zal het er allemaal niet van een leien dakje gaan. Nee, dat... Pindakaas kennen ze niet, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is allemaal uitgezocht en dat, we hopen dat allemaal ter plekke wel goed te kunnen regelen. Jij gaat voor ons, voor de Tros Televisie, voor de eerste de beste tijdens de reis van ongeveer een jaar het een en ander vastleggen op film. Is dat je debuut als cameraman? Ja, eigenlijk wel. Ik heb natuurlijk al als hobby wel eens wat gefilmd. Maar een beetje officieel is dit wel mijn debuut. Mooi weer, weinig wind en bovenal een prima sfeer in de ploeg. Uitstekend was de samenwerking tussen de bemanningsleden. Voordat ze het wisten, waren de 5 weken voorbij en kwam de ploegenwissel. De eerste etappe naar Las Palmas is voorbij. En terwijl de eerste ploeg vol ervaringen weer thuis is, start team 2 met de tweede etappe. En daar zijn ze dan, de eerste etappe zit er inmiddels op. Ik zie Anne, stralende gezichten. Dus jullie hebben het goed gehad? Ja, heel fijn. Ja, het was fantastisch. Ja, leuk zeilweer. Een mooie wind. De juiste windstijd. En ja, fantastisch. We hebben ze alle 11 weer behouden teruggebracht, inclusief onszelf. En het is een evenement wat voor de meesten natuurlijk het evenement van hun leven geweest is. Hè? En ik denk dat je, als je in de gelegenheid bent om ooit zoiets nog... is. En daar gaat Nol, de eerste ronde met Bertus. Ja, en Bertus is de eerste ronde altijd een beetje lief. Dan doet hij het rustig aan. Ook een beetje aftasten. Kijken wat je aan elkaar hebt. Maar heel elegant swingt Nol die eerste 30 seconden uit. Terwijl zijn team bandleden daar op de achtergrond hem enthousiast aanmoedigen. Bertus contra Nol. Het gaat uitstekend. Ja, zo'n eerste ronde mag ook geen probleem opleveren. We zijn er bijna. Martin Bril kijkt en schiet. Nou, Nol, welverdiend applaus. Viel het mee de eerste ronde? Nee. Nee? Nee. Waar zitten de problemen? In Bertus. Maar niet, het ging toch vrij makkelijk, hè? Ja, nou ja, het ziet er makkelijk uit. Weet je, ga lekker door, want je hebt al je conditie nodig om in ieder geval 3 rondes te halen. Martin, hoe staat het ermee? Ja, oké, ga ik van het kus af. En de tweede ronde met Nol die het moeilijk had. Misschien komt het ook een beetje door zijn knieën, daar heeft hij last van. Maar vooralsnog gaat het prima. En dan de leiders in het klassement, Roberto Giacchetti en de scooters. En natuurlijk Koos Alberts, die hebben het in het verleden uitstekend gedaan. Het vingertje omhoog. En maar kijken naar Bertus. Maar het kan de eerste ronde dan wel moeilijker gaan zijn. Op dit moment gaat het prima. Heel elegant swingend op de rug van Bertus, onze stier. Nou, Nol, 1 minuut heb je.
1 minuut. Ja. Maar ik heb een vraag aan je. Waarom doe je de hele tijd zo? 1 kopje koffie. Oh, vandaar. Hey, succes, hè. De derde ronde. Spanning en sensatie. Maar wat is Bertus wild geworden? Wat is er aan de hand met Bertus? En hoe gaat het met Nol? Tot nu toe uit... Oh, nee toch? Ja, wel even. Jij zeg, dat was even schrikken. Nou, laten we hier even gaan staan. 1 minuut 9. Even kijken, wat is je tijd geworden? 1 minuut 9. Ja, handdoek. Dat mag je ook hebben hoor. Het is warm genoeg. Hé, maar wat ging er dan mis op Blaas? Nou, ik zei tegen Bertus dat hij niet harder kon, dat heb ik al geweten. Hij begon te stijgen. Hij begon behoorlijk te stijgen. En dan heb je zweet in je handen en dan lukt het in één keer niet meer. Gladheid, hè? Ja, ja. Maar ik vraag hier aan al die mensen een daverend applaus voor Nol van Veen met de Kunst. Schitterende tijd van 1 minuut 9 en succes!